montage gemaakt. Waarbij ik een 16-jarige vrij nihilistische jongere heb geïnterviewd die bijna iedereen die anoniem wil blijven. Over zijn beeld van de toekomst en de wereld en alles bij elkaar. Dat eigenlijk vrij slecht en weinig is. Mijn audiostory gaat eigenlijk over ik die samenleef met mijn twee huisgenoten. Dat waren tijdelijk twee Italiaanse mensen. Een Erasmus-student en iemand die een stage deed. En ik vond het een heel interessante ervaring, omdat ik merkte dat ik thuis niet meer met taal kon spreken en dat ik toch wel... Ik merkte dat taal een deel van thuiskomen is. Maar wat is thuis vandaag? Kom naar huis. De grenzen zijn vervaagd. De grenzen zijn vervaagd. Ik vond het fijn om samen met vijf studenten aan dit project mee te werken, omdat ik het belangrijk vind dat aankomende kunstenaars eigenlijk ook buiten hun context leren kijken. Met thema's die uiteindelijk onze toekomst aanbelangen, die soms politiek kunnen zijn, die ecologisch kunnen zijn, die sociaal kunnen zijn en die een beetje verder gaan dan onze Vlaamse artistieke context. Too many chains yet to break, to liberate them from the cages where the bars are made of violent words and accusations, no questions involved. Ik heb een montage gemaakt. Ik ben met de kindjes van mijn neef gaan praten. Dus eigenlijk nog een generatie later, of misschien twee, over de toekomst van Europa. Ik wist niet of dat zo goed zou lukken. Zij wisten zelf ook niet zo goed wat Europa was. Maar we hebben toch over de toekomst gepraat. Ik heb voor Next Generation Please een montage gemaakt waarin ik Younis Ahmed interview, beter bekend als Corrupted. Hij maakt muziek, hij is producer, een muzikant. En hij praat met mij voornamelijk over zijn identiteit als mens tegenover zijn identiteit als artiest. Heel erg hoe soms bepaalde culturen samenklitten in grote steden, omdat het veel gemakkelijker is en fijner is om gewoon jezelf te kunnen zijn in je eigen taal. En daarover wou ik het dan hebben met mijn huisgenoten en eventueel ook zoeken naar oplossingen van maar op welk vlak zijn we hetzelfde. En, want zij zijn ook Europeanen, dus ergens verschillen we, maar ergens zijn we hetzelfde. Welk vlak is dat dan? Wat verbindt ons? En kunnen we dat dan gebruiken om het thuis te maken? Ik heb een audio verhaal gemaakt, eigenlijk op basis van een interview met een ondernemer die politieker geworden is in de lokale politiek in Ronsen. En hij komt op voor de N-VA, dat is een partij waar ik zelf kritisch tegenover sta. Ik wou weten wie de mens was achter de politieker en blijkt dat daar toch verschillen tussen zijn. Vivid artwork, we can paint the color spectrum. Yeah.